Hi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Leuk dat je kijkt en we gaan wat nieuwe make-up proberen. Een deel is niet nieuw, maar wel nieuw voor mij. Een deel is... laten we zeggen, niet mijn favoriete merk. Kan ik dat zeggen? Ja. Wet n Wild. Ik heb mijn bril hier. We gaan het proberen. Dit is de nieuwe Wet n Wild 5-in-1 Essence Primer Liquid. Het is een heel klein flesje. Ergens had ik gedacht dat dit een groter flesje zou zijn. Kijk in verhouding tot mijn hand. En even voor de zekerheid, ik heb echt hele kleine handjes. Ik heb een heel groot hoofd. Ik heb echt hele kleine handjes. Dus wat moet het doen? Het heeft galactomyces, rooswater en calendula. Smooth, conditions, refine pores, balances and prolongs make-up. How to use? Shake well. Apply evenly to face. Allow a minute to set before applying make-up. Nou, dat kan ik. Wet n Wild is niet, wat ik al zei, niet mijn favoriete merk. Het komt vooral meestal door de geur. Hoor je dat? Het is heel erg... Er staat opnieuw... Ik heb het al vaak voorbij zien komen, hoor. Oh. Oh, kijk. Oh, het is echt gewoon een soort... water. Oh, kut. Sorry. Ja, op mijn schone witte shirt. Nou, ik had aan 4 druppels wel genoeg voor heel mijn gezicht. Dat het rood wordt is van het wrijven, hè? Ja, voelt alsof je water op je gezicht spoelt. Niet dat je denkt, goochel. Nou, even mijn brightener pakken van Catrice. Die gebruik ik een beetje als een soort concealer. Maar ik merk... Misschien even doorpraten, dat is handig. Dat de rode plek daar ook een beetje door bedekt wordt. Ik zie nou niet echt dat het mijn poriën kleiner maakt, hoor. Oh wel, nu het opdroogt misschien wel. Bijzonder, bijzonder. Even een beetje boven de wenkbrauwen. Want daar heb ik altijd heel veel roodheden op een of andere manier. Wat zijn jullie... Ja, ik heb heel veel roodheid in mijn gezicht, maar dat op zich, ja, ik maak me niet zo druk. Alleen deze plek hier, dat is echt die paarse, die wil ik altijd een beetje weg hebben. Nou, dan heb ik brilletje op. Ik had geen concealer, dus ik heb mijn Catrice Under Eye Brightening al over gebruikt. Ik heb de nieuwe, en die is wel nieuw. Wet n Wild Bare Focus Niacinamide Skin Tint met 5% niacinamide.
En hyaluronzuur met peony extract. This hybrid 5% niacinamide, skin tint combines skin-loving benefits with makeup. Delivers a natural, healthy-looking finish with a radiant glow. Lightweight and buildable coverage. Doet dit je ook denken aan die van L'Oreal? Ik heb ook deze gekocht, maar die is voor later een keer. Ik weet al dat ik die fijn vind. Ik vind alleen de lucht niet fijn. We hopen dat deze dat niet heeft. Die Dewy Foundation van Wet n Wild. Met dat spateltje, zeg maar. Nou, ik vind het wel goed zo. Vind je niet? Deze heeft een pipet. Er kwam niks uit. Dit is een hele pipet. Oh, godverdamme. Ik gebruik de dubbelzijdige kwast van Elf. Hoe heet dat ding? De Complexion Duo kwast. Het is wel... Ja, het is een skin tint. De kleur is niet helemaal... Ik doe hier altijd wat voorzichtiger, omdat ik daar die enorme paarse plek heb, die ik graag bedekt wil houden. En als ik te veel ga, dan... gaat wat eronder zit verschuiven. De kleur is wel oké. Het is iets te donker voor mij, maar... Een beetje doortrekken naar je nek. De kleur is wel oké. Nou, hij is ook echt wel dewy, hoor. Hij geeft echt wel, zeg maar, wat zij noemen een healthy glow. Hier kom ik in. Ja, ik moet zeggen. De geur. Och. Die is net zo goor als die andere foundation van Wet n Wild. Maar als je het eenmaal op hebt, dan ruik je dat niet meer. Ik heb de kleur licht warm. Ja, dat is ook echt wel zo. Licht warm. Ja, het is wel een warme kleur.
Nou ben ik redelijk neutraal qua kleur, dus ik kan eigenlijk alles wel hebben. Ik weet niet of ik zou zeggen dat die op te bouwen is. Maar hij zit op zich echt mooi hoor. Hij voelt licht aan in eerste instantie. Ja, nou op zich. Ik heb wel overal jeuk. Dan heb ik de Wet n Brow. De Wet n Wild Photofocus Translucent Poeder. Die is zeker niet nieuw, maar ik heb nog nooit een poeder van Wet n Wild geprobeerd. Dus ik dacht, nou, dit komt allemaal bij de Boozy Shop vandaan trouwens. Ik doe altijd in de deksel, maar doe dan niet zo, want dan bloedt alles eruit. Dus ik hou hem er altijd zeg maar zo boven, een beetje dicht bij de deksel. En dan tik ik gewoon met de achterkant van een kwast daar product uit. Ik heb een pufje. Het is niet, ja, dit heeft een beetje een kleurtje. Het is heel fijn gemalen. Wat fijn is, is dat hij niet wit is. Dus hij laat ook niet een witte waas achter. Ik doe mijn neus ook altijd even met het pufje. Ja, oké. Het voelt heel zacht en smooth. Ja. Had ik niet verwacht. Nog een klein beetje op de kwast. En dan gaan we weer, hè. Je hebt een dewy finish en waarom ga je dan alles afpoederen? Omdat ik niet van dat plakkerige gevoel op mijn gezicht hou. Ondanks dat ik echt een droge huid heb. Maar het mag er best een beetje uitzien als een gezonde glow. Maar ik wil gewoon niet dat mijn gezicht zo voelt. Ik hou ervan als je gezicht droog aanvoelt. Vooral hier rond de kaaklijn. Nou, niet helemaal. Maar hij zet het wel goed. Hij blurt het mooi. Je ziet de glans van de skin tint er wel een beetje doorheen. En mijn huid ziet er mat uit, maar niet droog. En dat vind ik een voordeel. Ik ga even mijn wenkbrauwen doen. Daar heb ik geen product voor. Dus ik gebruik mijn Catrice-stickje nog steeds. En ik weet dat ze sommige YouTubers dit dan buiten de camera doen. Maar ach, wat maakt het uit? En wenkbrauwen is sowieso niet iets waar ik altijd heel lang mee bezig ben. Al even aan de zijkant kijken. Ik heb daar ook een hele grote spiegel. Mijn hele achterkant zo is een spiegel, zeg maar.
En dan is die weer afgebroken, hè? Het is een fijn product, maar slechte kwaliteit. De verpakking. Oh. En eigenlijk. Doe ik dan alleen even het staartje. Want. Het hoeft niet zo donker. Dan doe ik een heel klein beetje poeder op een klein kwastje altijd. En dan. Klaar. Wenkbrauwen gedaan. Ja, ik vind het een fijne poeder, denk ik. Ik heb nog niet zoiets van. Nee. Ja. Oké. Dan heb ik de. Afgeleid. De Wet n Wild. Color Icon 5 Pen Palette. In de kleur Gold Whip. Ja, die kennen we natuurlijk allemaal, hè? Catrice heeft ze, MUA heeft ze, Natasha Denona heeft ze. En ik krijg ze niet open. Nou, er zijn nog wel meer van dit soort paletjes. Ik heb hem gezwart, zoals je kan zien. Er zit een vinger in. We gaan even. De lichtste kleuren gebruiken. Ik waarschuw je alvast. Ik ga geen heftige look maken. Sowieso doe ik dat niet, hè. Ik ben ook geen make-up artist. Dus dat hoef je van mij niet te verwachten. Maar we gaan eventjes een klein lookje maken. Dan begin ik met deze een beetje gelige kleur. Dat is de lichtste matte kleur. Die heel neutraal op het ooglid ligt, gewoon. Het is een lichte kleur. Denk dat er niet veel mis is met het pigment. Hij ligt alleen heel dicht bij mijn huidskleur. Dan neem ik de tweede bruine kleur, dus deze hier op de hoek. Neem ik een iets kleiner kwastje. Deze is van Real Techniques. En dan maak ik de hoek en dan ga ik een klein beetje in de arcadeboog. Maar dan maak ik de hoek een klein beetje donkerder. Het is best een mooie kleur. Nog een klein beetje hierbij, want dat is een beetje. Ik heb hier zo'n ding om mijn kwasten schoon te maken. Wat vinden we ervan? Ik vind het best oké. Even kijken. Dan neem ik zo'n platte kwast. En dan ga ik denk voor deze shimmer, de eerste. Die is meer taupe dan goud. En ik moet zeggen,
Ze vallen me niet tegen. Leuk. Wat een leuk paletje. Ik neem de bruine nog een keer heel even een beetje onder mijn oog. Dat doe ik niet altijd. Zo. Een simpele ooglook. Ah, dit is voor mij op zich niet zo simpel. Dit zou ik doen op een avondje uit of zo. Omdat ik, als ik overdag gewoon thuis ben, eigenlijk nooit oogmake-up draag. Dan heb ik... Dat moet ik even openmaken. Hallo? Ja. Even weggooien. De Wet n Wild So Defined Volumizing and Defining Mascara. Dat is deze. En die was ook nieuw. Oh. Het is een siliconen borsteltje, maar wel een gebogen borsteltje. Nou. Heel even de wimpers krullen. Zo. Nou, daar gaan we. Hij is wel zwart. Ik ben bang van dit soort borsteltjes. De stopper in de tube is... Ja, het is een hard borsteltje. Ik probeer altijd dan een tegen mijn wimper aan te houden en dan gewoon te knipperen. En dan heel zachtjes. Ik zie het op mijn wimpers komen, maar echt, echt volume dat ik denk, nou, hij spreidt mijn wimpers mooi. Kan op zich goed met het borsteltje overweg. Oké, met een tweede laagje gebeurt er meer. Ik ben me hiervan bewust. Dat ga ik straks proberen weg te halen. Het is niet een hele natte formule. Dat ik geknoeid heb, ligt echt aan mij. Dit is twee laagjes. Ja, moi. Even kijken. Ik heb ook een beetje hier geknoeid. Hij haalt volgens mij...
Nou, haalt niet zo makkelijk weg, hoor. En ik weet het, dan moet je het laten drogen, maar daar heb ik allemaal geen tijd voor als ik aan het filmen ben. Een heel klein beetje met wat er nog over was op de puff. Ja, zo. Nou. Ja. Yeah. Voor iedere dag zeg ik prima. Dat dus. Verder heb ik een lipproduct. Dus ik ga heel even met een lippotlood van Colourpop omlijnen. Dit is een uitdaging. Dit is de Wet n Wild Mega Glow Lip & Cheek Color. En dit is de kleur Coral Dream. Nou, die heb ik natuurlijk als cheek color, maar dat kan nu niet meer. Ofwel, zal ik het proberen? Zullen we het proberen? Oh. Nee. Ja, moet nu wel doorgaan. Anders loop ik niet gelijk, zeg maar. Ja. In het begin dacht ik, nee, maar hoe vinden jullie dat dit eruit ziet? Ik denk, voor een liquid over een poeder heen, is dit best oké. Okay. Nou, ik ga hem als lipkleur gebruiken. Oh nee. Nee. Wat vinden jullie ervan? Het is Koningsdag geweest al, hè? Het is juni nu. Hij zit wel lekker. Het voelt een beetje whipped. Hij is niet helemaal dekkend. Ja. Het is een liptint meer. Hoe meer ik er naar kijk, hoe meer ik denk. Oké. Misschien voor de zomer. Hij voelt echt onwijs fijn. Het is niet een hele opvallende oranje kleur. Het is gewoon een beetje... Ja. Goh. Oh, dat had ik niet verwacht. Hij zal niet kissproof zijn. Dat geloof ik niet. Nee. Nee. Daarvoor is die te creamy op je lippen. Nee. Dat gaat hem ook niet worden. Volgens mij droogt hij ook niet zo ver op. Maar ik moet zeggen. Ja, weet je. Ik heb altijd zo'n neutrale ooghoek dat eigenlijk alles erbij past. Vind ik. Dus. Hij droogt een beetje mattig op, maar zo voelt hij niet hoor. Nou, ik ga hem ophouden. Ga ik de rest van de dag bedenken wat ik daarvan vind. Wat vinden jullie ervan?
Ik vind het oogschaduwpaletje echt leuk en dat is echt wel prima te doen voor de prijs. Zijn er betere? Ja. Zijn er slechtere? Jazeker. Ik zie nu dat ik niet gelijk loop qua bruin. Dat is dan niet de eerste keer. Dus ik krijg alleen iedere keer die verpakking niet open. Daar heb ik mijn mesje dan weer voor nodig. Dat is een nadeel, hè? Als ik eenmaal aan die ogen ga zitten frutten, dan blijf ik daarmee doorgaan, zeg maar. Nou, ik stop ermee, want anders wordt het helemaal niks. Oké. De oogschaduwpletje, ja, leuk om te proberen, zeker. En ik zal hem zeker nog vaker gaan gebruiken. Is het de allerbeste? Nee. Is het de allerslechtste? Nee. Het is gewoon prima voor die prijs. De skin, de primer, ja, vond ik verbazingwekkend. Lekker op je huid aanvoelen of zo. De poeder is ook goed, alles is goed gezet. De blush is ook fijn, die droogt op trouwens. Als liptint, weet ik nog niet. De skintint vind ik op zich prima. Doet me heel erg denken aan die van L'Oréal. Hoewel ik wel denk dat deze meer dekking heeft. En de mascara, ja. Als everyday mascara is het prima. Ga ik hem ook even opmaken. Maar is het echt zo volumizing? Defining wel. Ik vind wel dat hij je wimpers heel mooi scheidt. Je krijgt geen spinnenpoot als je hem opbouwt. Tenminste, ik niet. En ik moet zeggen, ik zie er nu heel mat en geblurd uit met de primer, de poeder en de skin tint. Ben ik echt, ja, zie ik er echt geblurd uit, mooi mat geblurd uit. Maar toch zie je zo her en der de glans van de. Hier gaat hij in mijn lachdingen zitten, zie je dat? Dat doen alle foundations trouwens. Deze is dieper dan deze. Nee. Her en der zie je de glans van de skin tint er doorheen komen. Nou, dat was hem. Dit was mijn Wet n Wild avontuur. Wat vind ik ervan? Ja, ik snap dat mensen dit leuk vinden. Ik snap dat mensen dit een fijn merk vinden. Ik heb wat dingen geprobeerd van speciale collecties van ze. Met van die bloemen en zo. En dat vind ik over het algemeen niet heel erg geweldig. Maar dit is wel, ja, dit vind ik wel leuk. Dit ga ik ook wel gebruiken, zeg maar, richting de zomer. Als het wat warmer wordt en je minder foundation op wil, maar meer skin tint. Deze droogt bijna op. En dan denk ik echt dat die. Als hij zo opdroogt, wordt hij wat minder fel oranje. Ik vind het fijne producten. Zeker, zeker. Ik kan het aanraden. Ik zou zeggen, koop het niet als je het niet nodig hebt. Ik wilde dit alleen maar hebben om te proberen. Ik vind de winnaar vind ik echt de. Primer en de skin tint. Maar de geur. Ik zou zeggen, Wet n Wild. Doe. Wet n Wild. Doe iets aan de geur. Vreselijk. Dat is ook de reden waarom ik de foundation, de Dewy Foundation, weg heb gedaan. De geur. Maar goed, ik vind de poeder ook echt heel fijn. Hele mooie, niet-witte, transparante poeder. Meestal zijn die poeders transparant en deze niet. Weet je waar deze me een beetje aan doet denken? Aan die van Chanel. Dus al met al, ja, toppie.
Nou, dan kan ik alleen maar zeggen bedankt voor het kijken. En ken jij deze producten? Heb jij ze geprobeerd? Of ga jij ze proberen? Nogmaals, ga ze niet kopen alleen maar voor het kopen. Koop het als je het nodig hebt of koop het als je het leuk vindt en als je het kan missen. Speciaal in de huidige tijd. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog en tot de volgende keer. Fijne zondag. Doei!